Voor Sanneke de Neeling had het kwalificatieweekend in Enschede niet beter kunnen verlopen. De 19-jarige schaatster, die sinds dit seizoen uitkomt voor Lotto NL Jumbo, begon gisteren aan de 1000 meter al met een ticket voor de eerste wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter op zak. Op die afstand werd ze vrijdag vijfde. Op de 1000 meter plaatste ze zich een stuk overtuigender met een tweede plaats. Ik had van tevoren had ik natuurlijk wel de hoop dat ik me zou plaatsen, maar dat het zo goed zou gaan dat ik... van tevoren niet zien aankomen. Vorig seizoen was je natuurlijk de verrassing. Dan zijn nu de ogen op je gericht. Leidt dat tot extra druk? Ja, ik heb mezelf wel meer druk gelegd dit seizoen. Zeker omdat ik nu ook in een commerciële ploeg rijd. Eerste jaar, dan wil je natuurlijk wel wat laten zien. En ik ben erg blij dat dat gelukt is. Sanneke de Neeling! Op twee afstanden mag de Neeling het dus laten zien. In Calgary, Salt Lake City, Insel en Heerenveen. Ja, op dit moment wil ik natuurlijk zo hard mogelijk rijden en natuurlijk ga ik voor die beste tijd. En ik ben wel een voor een verrassing, hoor. Minder succesvol was het weekend van die andere Rotterdamse schaatster, Diane Valkenburg. Vrijdag wist ze zich nog wel te plaatsen voor de 1500 meter, maar op de 3 en de 5 kilometer komt ze er niet aan te pas. Waar een plek bij de eerste 5 nodig is, wordt Valkenburg 2 keer 8e en dus is haar gevoel... Ja, een beetje wisselend eigenlijk. Ik ben heel erg blij met mijn 1500 meter. Ik ben blij dat ik daar de World Cup tickets heb binnengehaald. En ik had graag een 3 en een 5 kilometer ook erbij gereden. Maar ja, daarop kwam ik gewoon tekort. En dat is wel balen. Valkenburg heeft 2 mindere seizoenen achter de rug. Die tegenvallende prestaties zorgden af en toe voor twijfel. Afgelopen 2 seizoenen zijn gewoon te wisselvallig geweest. En ik ben nu 31 en dan ga je toch even denken, soms, weet je, na het toernooi, dat je even gaat denken, oh, ben ik nu misschien te oud, kan ik het nog wel? Maar, weet je, ik laat gewoon in trainingen, in testen en in wedstrijden, zeker niet altijd, maar ik laat er regelmatig zien dat ik nog lang niet te oud ben, dat ik nog sterk genoeg ben en dat het nog wel kan. Vorig seizoen reed Valkenburg nog in de Lotto NL Jumbo ploeg, maar dit seizoen heeft ze gekozen voor een team waarin de nadruk meer ligt op het allrounden. De concurrentie heb ik heel dicht bij mij en dat is wel heel fijn trainen. We moeten nog wel een beetje wennen aan de naam. Ja, Team Koopjesdrogisterij. Het is een ik ook hoor. Ik praat altijd heel snel, dus ik struikel helemaal over Koopjesdrogisterij. Ik moet even oefenen, maar... Dan heb je ook wat. Wat Hein Otterspeer graag zou hebben gehad zijn startbewijzen op de 500 en zijn favoriete 1000 meter. Op die eerste afstand slaagt hij in de missie, maar op de 1000 meter komt hij tekort. Dat doet gewoon heel erg veel pijn en is ook gewoon dom van mezelf dat ik er gewoon niet scherper op ben en dat ik gewoon echt die 1000 meter doorjank, zeg maar. En 500 meter deed ik dat wel en ik weet gewoon dat ik dat nu op de 1000 ook kan, want in verhouding is dat gewoon veel een betere afstand. Je hebt een voorbereiding gehad met wat hindernissen, om het zo maar even te zeggen. Heeft dat nog invloed? Hindernissen, mijn zoon is toevallig nu precies een maand oud. Leuke hindernis. Ja, het is wel fantastisch hoor, maar ja, uiteindelijk geeft dat niet de schuld, want dat geeft me juist vleugels. En, moeder en zoon maken perfect en dat is voor mij als trotse papa helemaal geweldig. Dus ik ben waanzinnig trots en nog steeds. En ik, zoals ik merk, ik lach nu weer, dus dat is, het is wel het belangrijkste in mijn leven.